Mensen zijn toch wel een beetje bang geworden omdat er toch flinke bedragen ook weg worden genomen. En tegenwoordig wordt het overal gedaan. Dus het is niet alleen maar in grote huizen, maar ook in de gewoon normale buurten, zou ik maar zeggen. In Oosterbeek en Hilsum staan een heleboel dure grote huizen. Afgelopen week is er in Oosterbeek een miljoenenroof gepleegd bij de ex van miljardair Marcel Boekhoorn. Onbekenden hebben aan de Utrechtse straat een kluis meegenomen die ze hebben vervoerd in een Mercedes die op de oprit stond. Het gebeurt vaker dat in die omgeving overvallen en inbraken worden gepleegd. En dat maakt de inwoners angstig. Bij Kapsalon Guido in Oosterbeek wordt er veel over gepraat. Heel veel mensen hebben ook camera's om het huis hangen. Proberen samen te blijven, niet 's nachts alleen over straat. Want voordat je het weet, er gebeurt zoveel. De vorm van angst is geen veiligheid meer in de omgeving. Dat is eigenlijk de meeste vorm van angst die er is. Mensen zijn bang om alleen thuis te zijn. Mensen zijn bang om 's avonds niet meer de deur uit te gaan, kijken om zich heen. En voelen zich eigenlijk niet meer veilig op straat. Maar door de vele patrouille van de politie komt er wel weer wat meer veiligheid in het dorp. Een van de villa's aan de Utrechtse weg in Hilsum is zichtbaar het best beveiligd met grote hekken en camera's. Als we bij deze villa aanbellen om te vragen of de bewoners bang zijn voor inbraak, willen ze ons niet binnenlaten. Als we de villa verlaten, staat de politie al voor onze neus. Ze kwamen hier toevallig langs, zeggen ze, en vragen ons wat we aan het doen zijn. Later horen we dat de Gelderlander is gebeld om te checken of we wel echt journalisten zijn. Het is duidelijk dat de inwoners voorzichtig zijn.